Hakogamers, Lars hier en welkom bij deze gloednieuwe Minecraft Custom Map, gemaakt door één van jullie. En jongens, de map van vandaag die is gemaakt door Sander en Sander maakte voor mij de map De Rare Stem. En dat is natuurlijk heel erg toepasselijk, omdat ik nog steeds een beetje ziek ben en mijn stem is nog steeds totaal naar de kloten. Dus hoe goed kon je het hebben, dacht ik. Ik ga gewoon vandaag De Rare Stem opnemen. En misschien is het ook wel leuk om eventjes te weten wat jullie doen als je ziek bent. Want als ik ziek ben, zoals vandaag, dan ga ik natuurlijk gewoon custom maps opnemen, want dat moet ook gebeuren. Maar misschien dat jij wel zoiets hebt van, hey Vaco, als ik ziek ben, dan ga ik gewoon lekker op de bank liggen met een kopje thee en een koekje. Dan ga ik lekker televisie liggen kijken of ik ga de hele dag in bed blijven durpen. Laat het me vooral weten in de reacties. Ik wil heel graag weten of dat ik nou echt zo'n rare creepers ben dat ik gewoon custom maps ga opnemen. Maar goed, weet je, dat is ook leuk. En leuke dingen zorgen voor afleidingen. Dat is natuurlijk altijd hartstikke goed. Wat gaan we doen vandaag? De Rare Stem, dat is natuurlijk mooi, hè? Keep calm en sub Vaco Games. Als je nog niet geabonneerd bent, doen! Hey, jij daar! Leuk dat je deze map speelt. Lees de story goed. Oké, zal ik doen. Tips. Volg de dingen goed. Oké, is goed. Zal ik doen. Je mag creative, maar het liefst survival. Speel op peaceful en de rest zie je later wel. Hey, kijk, dat is een goede instelling, hè? We zien het vanzelf wel. En dit is trouwens wel heel erg cool, jongens. Hoe kan je dit doen? Hoe kan je kleurtjes op zo'n bordje doen? Dat wil ik ook kunnen. Ik kan alleen maar zwart normaal gesproken op die bordjes gooien. Dat is natuurlijk ook leuk. Maar kleurtjes op een bordje is veel toffer. Wat gaan we trouwens doen? Oh, hier. Teleport. Let's do this. We zien vanzelf waar we uitkomen. Volgens Sander was het niet een... Auw, joh. Was het niet een hele grote custom map? Maar goed, dat maakt niet uit. Is alleen maar beter voor mijn stem, toch? Wat moeten we doen? Volg de houten blokken. Oké, zal ik doen. Ik zal de houten blokken volgen, Sander. Dat zal ik doen. Wat hebben we hier voor iets moois? Wat is dit? Welkom in de vierkante wereld. Oh nee, dit is niet goed. Dat is mijn acteerkunst. Rare stem. Wie ik ben, zie je als je het meer ingaat. Oh-oh. Het houten monument. Oh, waarom is hier een houten monument? Waarom is dat daar? Ik moet dus het meer in. Oké, let's do this. Ik zie hier een gat zitten, dus dat is goed. We gaan het meer in. En dan komen we plons. Onder water uit, dat is goed. En dan hebben we hier een van het tunneltje. Wat is dat hier? Het stinkt hier. Het stinkt hier helemaal niet. Ik heb gisteren nog gepoetst. Het stinkt hier helemaal niet. Maar misschien dat het in deze tunnel stinkt, hè? Dat kan natuurlijk. Wat stinkt het hier? Iemand heeft de wc niet doorgetrokken. Handig, een ladder. Dat was nou precies... Hoe weet deze man wat mijn gedachten zijn? Ik zag een ladder, ik dacht, hé, dat is handig. Dat is gewoon voorspelling. Deze gozer moet echt mee gaan doen aan die televisiecommercials. Weet je wel, van die belbabes die tegenwoordig allemaal op tv zitten. En dat ze zoiets hebben van, je moet ons bellen, want 0909 2531, dan gaan we jouw toekomst voorspellen. Ik denk dat hij daar goed bij zou passen. Oh, hallo, daar ben je weer. Ik kom nog wel te weten wie jij bent. Dat is nou precies wat ik tegen hem wilde zeggen. Ha, eerst wat opdrachten doen. Is goed. Volg het stenenpad. Oké, dat is niet zo ingewikkeld, hè. Dat kan ik wel. Zolang ik maar niet hoef te springen, dan vind ik het prima. Als ik niet hoef te springen, dan kan ik prima een... Ik wou zeggen, dan kan ik prima een stenen pad volgen. Maar vooruit, ik heb geoefend, hè. Dus ik kan het nu wel goed. Je mag niet van het pad af. Oh, flauwigheid. Oké, dit is niet moeilijk. Dat is een makkelijke sprong. Spring! Hoppakee. Hop. Oh. Hoppa. Hey. Ik sta echt gigantisch voor lul als ik dit niet had goed kunnen. Oh, kipje. Kijk uit, kip. Niet de lava in. Dan word je een kipstick. Dan word je een kipnugget. En dan moeten we niet meer met z'n allen. Nee. Oh nee, het begint hier vol te groeien. Hak de leaves weg, zodat je het pad kan vinden. Oeh, was ik hier bijna naar beneden gedonderd. Als ik hier naar beneden gedonderd was, dan had ik helemaal terug moeten lopen. Denk ik. En dat had best wel vervelend geweest. Dus hier kunnen we ook nog onderdoor. Misschien dat we hier ook jumps vinden. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Oh. Ah! Oké, dit is wel heel diep. Dit is heel diep. Maar het is weer met die lava gedaan, zie je dat? Dat het nog een beetje borrelt. Dat is veel toffer dan stilstaande lava, vind ik, persoonlijk. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar we gaan het gewoon doen. Ik wil dit eventjes. Ik moet dus op het laatste moment springen. En dan kijken dat ik niet met mijn kop tegen die bladeren aan kan. Oké, dat komt goed. Let op. Appa! Hey, is het goed of is het goed? Ik vond het goed. Je bent nog lang niet klaar. Groetjes, de rare stem. Ik vind het maar een rare meneer. Oh, auw! 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 Hey, doe dit! Rare stem! Oh-oh. Ah! Ho, ho, stop! Ho, 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 ho. Ho. Oké. Allow cheats on. Start land world. Game mode 1. Nee! Ja! Oh. Dat was net op tijd. Waar zit ik nou weer? Iets zeg maar dat dit niet de bedoeling was. Oh. Hoppa! Oké, waar zijn we nu weer?
We zijn nu hier. Ik denk dat we hier doorheen moeten. Dit is goed. Dit is de goede plek. Hier moet ik uitkomen. Oké, dan gaan we gewoon weer gauw terug. Slash game mode 0. Kijk, dat is niet helemaal geen probleem. Als er foutjes in zitten, dan los ik die zelf wel op. Daar is helemaal geen probleem. Hier is weer een ladder. Hé, hey, wat handig. Een ladder. Dat is nou precies wat ik dacht. En deze keer stond er toevallig geen bordje bij. Dus dat bordje, dat is niet zo heel goed in voorspellen. Hoe komen we hieruit? Hoe kom ik hier? Ja, oké. Okay, goed, we gaan verder. Verder naar boven. Verder naar boven. Ik heb wel een blokje met wol. Was dat de bedoeling of niet? Oh, kijk, iedereen is dood. Oh, wauw. Kijk achter je. Holy shit. Die gozer is eng. Weet je waar deze gozer me aan doet denken? Aan een of ander van die spoken. Die je vroeger wel eens zag in tekenfilms. Die zagen we. Ik kan alles aan. Ook parcours. Nee, dat kan ik niet. Niet zwemmen. Oh. Alleen om er weer op te komen. Oh, nou, ik mag dus alleen zwemmen als ik er weer op kom. En dat zal waarschijnlijk ook wel moeten. Oh, god. Hé, hey, daar ben ik. Hé, hey, dat is leuk. Oké, we hebben ook een standbeeld van mezelf. Daar wil ik naartoe. Ik wil naar het standbeeld van mezelf toe. Hop. Ja. Oké, maar deze jump is haalbaar. Helemaal niet, man. Zie je wel? Oké, die jump is haalbaar, zegt hij. Nou, dat wil ik wel uitproberen. Deze jump is haalbaar. Ik geloof er helemaal niks van. Wacht eventjes. Misschien is het de bedoeling. Het moet kunnen dus. Volgens hem. Nou, dan gaan we het gewoon uitproberen. Ik wil weten of dat het lukt, ja of nee. Misschien is dit zo'n doorjump ding. Oh, ah, kom hier. Drop, trap, 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 trap. Enge meneer, weg ermee. Oké, we gaan in één keer doorspringen, let op. We gaan er een dubbeljump van maken. Ja, wow, bijna. Close. Dit wil ik kunnen. Ik wil dit gewoon doen. Ah, niet zwemmen de hele tijd. Het is niet te doen. Het is niet te doen. Hé, hey, er komt meer. Ik krijg hun naam te weten. Oké. Okay. Ik krijg hun naam te... Ah! Dat ging bijna. Oké, okay, dit is parcours op mijn niveau, jongens. Als jullie ooit parcours willen doen, doe het dan op dit niveau. Of maak het nog ietsje makkelijker voor me. Dat is misschien nog net even wat handiger. Oh, kan ik weer helemaal terug. Want hier kan ik niet bovenop klimmen, dus ik moet weer helemaal terug. Oh, man. Zelfs het makkelijkste parcours kan ik niet aan. Maar... Oh. Dit komt goed. Dat was gewoon een domme fout van mij. Dat had ik gewoon goed kunnen doen. Hop. Kijk, zie je wel. Deze kapot. Wat moet ik doen? Hak de lief kapot. Oké. Okay. Hak de lief kapot. Deze lief moet kapot. Waar is de checkpoint dan? Oh, wacht. Ik snap het al. Hop. Zo. Oké, okay, nou is dit een checkpoint. Ik moet de lief kapot hakken. Ik dacht, er zit een lever onder of zo. Normaal gesproken krijg ik altijd checkpoints met levers en buttons. Maar deze keer is het gewoon op deze manier natuurlijk. Oké, okay, I can do this. I can do this. En ik weet het, het is niet het beste parcours ter wereld. Maar het is wel een parcours op mijn niveau. En dat is ook wel eens een keertje leuk. Oh shit. Oh shit, maar dit kan ik. Dit kan ik. Dit heb ik eerder gedaan. Oké, okay, dit kan ik. Zie je? I knew it. Oh god. Dit kan nou weer net niet, hè, vriend. Oh. Hoe gaan we dit doen? Ik ga proberen. Dat lukt niet, dat is te ver. Maar ik kan wel klimmen hier. Dat kan toch helemaal niet? Deze jump had niet gekund. Oeh, kijk tegen mezelf aan. Welkom in Lars. Gadverdamme. Dit kan toch niet? Hier kan je toch nooit van hier naar hier springen? Kan dat? Nee, dat kan helemaal niet. De naam begint met J en eindigt op de X. Ga naar de achterkant van Lars. Oké, de naam begint met J en eindigt op de X. Misschien heet hij Jax. Dat zou wel een coole naam zijn. Ga naar de achterkant van Lars. Ben je gevallen, doe dan Game Mode 1. Rennen is leuk. Dat is zeker wel waar. Tips al gelezen achter je. Succes. Pak deze. Oké, Potion of Swiftness. Kom maar hier. Geef het toe maar hier. Pak maar als je kan. Groetjes de rare man. Color Run. Oké, dat kan ik. Dit kan ik. Let op. Color Run. Nou. Nou. Laat me eruit. Zucht. Kom eruit. Please. Laat me los. Laat me gaan! Laat me nou gewoon gaan! Waarom kan je hier niet naar boven klimmen? Dat is zo jammer. Ik heb trouwens ook een lever gekregen. Ik weet niet wat ik ermee moet. 3, 2, 1. En. Plons. Oké, dat is het dus. Is mijn tail op? Nee, gelukkig niet. Want die. Nee, die. Maar mijn keel. Ah, scheisse. Gelukkig dat deze map de rare stem heet. Dat komt helemaal goed uit, want ik heb nog steeds een rare stem.
Ik wilde waarschijnlijk te snel. Dat moet ik niet doen. Ik moet niet te snel willen. Ik moet gewoon rustig kijken. En rustig springen. Maar de naam begint met J en eindigt op X. Wat bedoelt hij daar dan weer mee? Hoe lang heb ik nog? Deze moet ik sowieso hebben. Oké, dan gaan we gewoon heel voorzichtig. Er staat nergens dat ik moet rennen. Corner lopen, dat is ook leuk. Dat is wat ik doe. Ah! Nee! Moeder! Ik zit vast! Wat is dit nou toch elke keer? Waarom zit ik hier vast? Dat is niet de bedoeling, niet. Dat is niet de bedoeling. Waarom kom ik hier gaan vastzitten? Ik dacht toch echt dat ik gewoon echt een goede sprong maakte, maar nee hoor. Ik kan trouwens ook helemaal niet dit kapot maken. Duurt lang. Hey. Laten we in de tussentijd even een mop vertellen. Een mop. Er lopen twee sukkels over straat. Zegt de ene sukkel tegen de andere. Mag ik in het midden lopen? Wat een kut mop. Dat was geen leuke mop. Hoppa, plons. Let's do this all over again. Maar ik heb nu wel gezien dat je gewoon rustig moet lopen, dat eerste stukje. Dat eerste stukje moet je rustig doen. En ik ga proberen of ik er nu langs kan springen. Laat ik dat proberen. Misschien dat dat werkt. Ik ben er gewoon de hele tijd overheen gerend. En dan kom je op een gegeven moment vast te zitten. En dan kom je niet meer los. Tenminste, ik wou niet meer los. Is er een manier om los te komen als je in zo'n spinnenweb vast zit? Als dat zo is, laat het me dan vooral weten. Maar ik weet echt totaal niet hoe je dat moet doen. Oké, rennen is leuk. Dat is niet waar. Oh, ben je gevallen? Doe dan Game Mode 1. Helemaal vergeten. Dat is stom. Dat mag ik dus doen. Als ik gevallen ben, mag ik Game Mode 1 doen. Dan hoef ik dus niet helemaal terug. Wee! Dat is goed om te weten. Hop. Ik mag vooral niet gevangen worden door die spinnenwebben. Maar als ik gevangen ben, dan mag ik Game Mode 1 doen. Ik ga er gewoon langs springen. Zo dus. Hoppakee. Who need Game Mode 1? I sure don't. Oh god. Oh jee. Dit doet me denken aan die map die ik het op een gegeven moment dat ik dit op snelheid moest doen. Nu mag ik gewoon rustig aan doen, maar de vorige keer... Kijk, dan zat ik hierin. En mooi niet dat je er doorheen kwam. Echt niet. Dat heb ik ook 26 keer moeten proberen en toen lukte het uiteindelijk wel. Want doorzettingsvermogen loont. De rare stem is de mapmaker. Lees het boek in de chest. Eerst het boek lezen, dan naar boven. Oké, is goed. De rare stem is... Just Sander. Vaker nog. Oh, een hoop boeken. Laten we gewoon dit boek pakken. Ik denk dat ze allemaal hetzelfde zijn. Heer Lars, de stem die je de hele tijd hoorde was voor de stem van de mapmaker. Hij heeft het allemaal gemaakt en hij zat achter dit complot. Etter. Zijn naam is Just Sander X. Ik heb helaas dit parcours niet gehaald, maar kon nog wel dit boek schrijven. Het boek van Harnold de Vierde. Oké, Harnold de Vierde is een knijert. Ik weet niet wie het is, maar ik mag hem niet. Hop, is dit hetzelfde boek? Ja, oké, hetzelfde boek. Oké, één boek. Die leggen we gauw daar neer. Hoppakee. Die hebben we niet meer nodig. 1, 2. En dan moeten we nog naar boven natuurlijk, hè. Want we hebben ontdekt dat het Sander is. Sander. Maar, wat moeten we dan hierboven doen? Dat is nog even de grote vraag. De grote vraag van vandaag is wat we hierboven moeten doen. Oh nee, dat is niet waar trouwens. Ah! De grote vraag van vandaag is, wat doe jij als je ziek bent? Dat was de grote vraag van vandaag. Hoppa. Bedankt voor het spelen. Minecraft naam, JustSanderX. Instagram, I am Minikit. Twitter, X Minikit. Meet bij Sander, pleit me vaker nog. Hey, tof. Laten jullie Sander even weten op Twitter dat het een toffe map was, jongens. Ik vind dat lollig. Lekker om mee te spelen. Oeh, dit is leuk om mee te spelen. Ik weet nog wel meer dingen om mee te spelen. Oh, kipjes. Let's do this. Ik wil kipjes. Kipjes, let's do it. Kom, we gaan, ik wil één kipje hebben. Eén kipje als vergezelling hier. Ja, heel goed. We hebben een huisdier. Ah, tof. Taco Gamers. Ik vond het een superleuke map om te spelen. Dit is tenminste parcours op mijn niveau. Ik vond het ook heel erg toepasselijk dat deze map de rare stem heette. Terwijl mijn stem nog steeds naar de kloten was. En ik wil jullie dan ook eventjes vragen om vooral eventjes een like op deze video te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt, laten we proberen om met elkaar de likes lekker hoog te houden. En laten we proberen of we weer 2000 kunnen redden. Zou superleuk zijn natuurlijk. Ik ga nog eventjes lekker uitzieken de komende paar dagen. En ik wil jullie natuurlijk ontzettend bedanken voor het kijken, voor het liken. Ik wil Sander bedanken voor het maken van de map. En tot de volgende keer bij meer Minecraft map gemaakt door een van jullie hier op Taco Games. Mazzel!